Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En dit is een hele speciale video, omdat we natuurlijk aan het eind van de aflevering een onride gaan maken in de Unique Dreams attractie, oftewel onze grote dark ride. Onverwachts, jullie hebben lang genoeg gewacht en het was hem niet helemaal om jullie te pesten, maar ik wou toch even de puntjes op de i gaan doen voor de attractie. Dus ik heb nog een klein beetje alles nagekeken en ik hoop dat jullie hem goed gaan keuren en ik hoop dat jullie het een leuke rit gaan vinden. Maar voordat we dat gaan doen en voordat we natuurlijk aan het einde al zijn van de aflevering, gaan we eerst beginnen met de aflevering. En dat doen we door deze eerste achtbaan een keer even lekker te upgraden. We gaan deze pas neergezette attractie, deze spinning coaster, gaan we een beetje upgraden. En dat doen we door thematisatie eromheen te bouwen. En aangezien we de Medieval set vooral gebruiken als main thema van deze attractie, wil ik ook eigenlijk ook de Medieval set erbij gaan halen. Want dan gaan we nog eventjes een paar dingetjes bijbouwen. Niet al te veel, want ik ga me vooral bemoeien met de natuur. En we kunnen natuurlijk niet uren blijven vasthangen aan deze attractie, want we willen hem gewoon klaar. We willen gewoon dat hij af is. En bij deze. Goed, we gaan eens even kijken. Dit wordt een stukje remgedeelte, dus dat wou ik liefst een beetje overdekt hebben. Dat vind ik gewoon leuk, dat past gewoon bij zo'n attractie. Ik vind van wel. Dus wat we gaan doen, ik ga het een beetje met dat hout combineren. Dus ik plaats gewoon een paar van die hekjes. En misschien moeten we de zijkant met van die gates gaan gooien. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien, maar ik denk dat dat er wel heel leuk uitziet. Ik vind persoonlijk van wel, dus daarom gooi ik ze ook gewoon neer. Misschien moet ik eventjes de randen nakijken, want ik wil hem namelijk aan de binnenkant bouwen en niet aan de buitenkant. Bij die kant staat hij goed zoals je ziet en dan kan je zelf controleren door het hekje neer te zetten. En dan zie je, als je hem twee keer draait, of hij aan de buitenkant zit van deze kant of dat hij aan deze kant zit. Dat is deze kant en dat is de goede kant. Goed, het is eigenlijk heel simpel. Je maakt een vloertje, je maakt een paar muurtjes en dan ga je zoeken naar een roof. En de roof moet je ook gewoon vrij simpel houden. Je moet hem gewoon slepen naar boven. Je knutselt het in elkaar en je bent gewoon klaar. Kijk, dan heb je gewoon een klein stukje waar de achtbaan doorheen komt. En ik vind dat wel leuk. Het ziet er altijd wel leuk uit. Een beetje, klein beetje variatie geeft dat toch wel. Goed, we gaan nu de omgeving doen. En we gaan niet al te veel knoeien eraan. Het is gewoon een paar boompjes hier, een paar boompjes daar. Het is niet zo van dat er medieval bomen bestaan of zo. Maar misschien kunnen we wel eventjes een beetje kijken hoe en wat we kunnen toevoegen. Met vines werk ik sowieso heel graag. Het is echt één object. Dat heet ook gewoon vines. En kijk, als je dit doet, dan komt het zeg maar veel te laag bij de achtbaan. Dat staat weer niet realistisch, want dan heb je een paar bladeren in je smoelwerk. Maar als je nou een soort van dit omhoog gooit, kijk, dan kan het op zich wel. Kijk, dit zou kunnen. Alleen is het boven heel lelijk. Dus wat je kan doen, is het volgende. Dit. Maar dan zie je dit. Dus eigenlijk kan je helemaal niks doen. Wat ik net heb uitgevonden. Je moet gewoon dingen proberen. En als het niet lukt, dan daar heb je gewoon heel raar je haar zitten. Dat klopt. Het is weer in orde. Goed. Ik wil gewoon wat bomen plaatsen. En ik wil er niet te veel bij nadenken. We moeten gewoon hier en daar. Ik heb gewoon zo zin in die onrijd. Echt waar. Goed. Ik hoop niet dat jullie hem gaan skippen, hè. Mensen, niet gaan skippen die video, hè. Ongeduldig jullie. Dus echt ongeduldig. Niet normaal. Waarschijnlijk zien mensen niet eens dat ik dit zeg. Misschien weten mensen niet eens dat ik nu zeg dat ik van jullie hou. Dat ja, weet je wel, dat. Ja, goed, laat maar zitten. He, de mensen hebben natuurlijk nu al de video weggeklikt. Want die zijn nu naar Enzo Knol aan het kijken natuurlijk. Maar dat geeft ook niet. Dat maakt ook niet uit. Dat mag voor mij. Dat is helemaal niet erg. Goed. Oké, maar voor de mensen die nu diehard kijken. Die zien hoe ik elke boom aan de planten ben. Gewoon met man en macht. Met groene vingers. Want ik heb groene vingers, dames en heren. Nee hoor, vroeger wel. Vroeger dacht ik dat ik groene vingers had. Dat ik heel erg van planten hield en zo. Van oh cool, weet je wel. Van oh, wauw, ik heb groene vingers. Maar dat, ja. Oké, wat we nu gaan doen. Het is echt. Nog een paar van die plantjes. Want die plantjes zijn ook heel belangrijk. Dat je hier af en toe gewoon wat groen neerzet. Ik vind het belangrijk dat we het niet te vol gaan doen. Want dan krijg je weer het probleem wat we vorige keer hadden. Dat het park een beetje te gedetailleerd wordt. En dat mensen inderdaad in de comments zeggen. Vincent, ik vind het ontzettend knap. Van jouw computer, dat jouw computer het zo ontzettend goed uithoudt met al die custom scenarios die je installeert. Ik zou al lang gek zijn geworden. Ja, dat snap ik inderdaad. Ik zou ook gek zijn geworden van al die 200 sets.
200 sets, hè? Niet normaal. Maar ja, dat doe ik zelf. En ik vind het hartstikke leuk. En mijn PC werkt nog. En af en toe een crash. Je moet kunnen. We doen het. Ik doe het ook voor jullie, hè? Ja. Goed. Ik heb de plantjes neergezet. Wat ik nog wou doen. Misschien zijn jullie het vergeten. Maar voor de mensen die het niet zijn vergeten. Dit stuk. Dit stuk is een soort van een rustmomentje. Dat heb je heel vaak in achtbanen. Soms zitten de remmen. Soms ook niet. Een rustmomentje in een achtbaan is altijd heerlijk. Dat je even niet echt kan bijkomen. Maar dat je weer kan voorbereiden op iets groots. Op iets vets. Nou, en daarom ga ik nu een soort van... Dit is het gedeelte dat die rust komt. En daar gaan we dus... Oh, treintje! Die trein zit altijd vol. En dan vragen mensen zich af waarom ik een monorail bouw. Moet je kijken. Eentje trouwens met echt een al te groot afro-kapsel. Zag je hem? Nou ja, die trein wordt gewoon goed bezocht. Mensen zijn te lui om te lopen. Ik heb gewoon luie mensen, klaar. Ik heb er 1100, als je hier kan zien bovenin. 1100 stuks, dat is echt bizar. Goed. We gaan even naar de medieval set. Want we hebben namelijk een object nodig uit die set. En dat is gewoon weer standaard wat we eigenlijk hebben gedaan hier zo. Op de vloer. Dus het uiteinde wil ik eigenlijk dat hier ook gaan doen. Moet ik wel goed voorzetten hier inderdaad. Dus wat ik doe. Ik ga eventjes het omhoog gooien. Even kijken, zit er ergens zoiets? Ja. Dat was echt perfect. En dan doen we dat hier ook. Zo. En dit is een soort vloer. 4 breed. Dat is de max. 4 breed. Oké, dan gaan we zoiets bedenken wat we eerst ook hadden gedaan. Het was eigenlijk net als wat we bij de donutmijn hadden gedaan. Ik zei donutbaan, ik weet het. Kijk, als we nou dit doen. En we doen het eigenlijk per blokje. Doen we hem 1 naar voren. Zo. Dan heeft dat ook een cool effect als je er doorheen gaat. Dan zie je allemaal van die balken boven je. En dat ziet er ook wel heel tof uit. En dan doe je van die gates, doe je dan zeg maar aan de zijkant. Ik weet niet hoe dat staat. Maar als we gewoon met je muis op het object gaan, wat we net hebben geplaatst. En je doet linker control ingedrukt houden. Dan kan je in ieder geval op een makkelijke manier die dingen plaatsen. Even kijken hoor, steek het nou aan de andere kant uit. Oh, dat ziet er ook heel tof uit trouwens dit. Let maar op dadelijk. Oké, dan draai je hem 2 keer met Z. Dat is de toets om hem te draaien. Kijk, en dan krijg je dit. En het zweeft. Het is onrealistisch, dat klopt. Dadelijk gaan we zoiets doen dat we het ondersteunen. Met een, ik weet nog niet precies wat. Misschien dat we Catfish Cove gebruiken. Dat we misschien daar iets kunnen verzinnen. Of, wat we ook kunnen doen. We kunnen ook met de custom scenery, of met de ondersteuning kunnen we gaan werken. Dat we via die ondersteuning misschien wel iets in elkaar flansen. Kost altijd wat meer tijd. Maar dat ziet er natuurlijk uiteindelijk wel heel tof uit. Zal ik gewoon een dak erop doen? Gewoon een small roof. En misschien kunnen we dat houten dak gebruiken. Zodat het wat gevarieerd is vergeleken met het andere dakkie. Zo. Kijk, dit ziet er tof uit. Het is heel raar dat het geen ondersteuning heeft. Dus dat moeten we echt wel toe gaan voegen. En anders moeten we een soort van blokken neer gaan zetten. En dat is misschien ook leuk. Ik weet niet of het staat. Maar dat wil ik wel proberen. Dus bij deze, we gaan dat eens doen. Oké, let op. Als je control doet. Kijk, dan zie je de hoogte. Dan laat je los. En dan weet je altijd als die op de grond belandt. Dat dat even hoog is als dit. Volgens mij moet ik hem 2 keer draaien. Even kijken, als ik control doe, dan doet hij dus niks. Dus wat ik hier doe, control, ga ik daar, laat ik hem los. Oké, we moeten het dus aan de buitenkant doen. Je kan het ook gokken, zoals ik nu net deed. Zo, en dit wordt dan het idee. Het wordt een soort hoog gebouwtje en dat ziet er ook niet verkeerd uit hoor. Want ik denk als ik dit gewoon helemaal rond maak. Voilà, en als ik jullie een tip mag geven. Dan kan je, dit is een beetje saai. Ik bedoel, ja, het ziet er wel tof uit. Het is zeker niet lelijk. Alleen, het is een beetje kaal aan de zijkant. Dus wat je kan doen, of zou kunnen doen. Je maakt bijvoorbeeld, je zoekt het midden uit. Nou, dat zijn 2 blokjes hier zo. Dan zou je op zich een middens kunnen maken. Dit is dan de middens. Kijk, hoor, even een groot gat maken, zo. En dan moeten we dit weer even dichtmaken. Dus dat doen we op deze manier. Dan heb je een opening. En dan kan je daar nog iets mee doen misschien. Ik weet niet precies wat, maar je zou bijvoorbeeld een soort van gat erin kunnen maken. Dus we zouden een floor erin kunnen doen, een vloer. Kijk, en dan zou je dat omhoog moeten doen op deze manier. Dan heb je een soort, en dan, als je dan die zijkanten opvult, dan heb je toch weer een beetje een variatie. En dan zou je dat kunnen vastmaken met een paar van die palen of zo, weet ik veel. Doe gewoon wat leuks, weet je wel. Doe gewoon lekker je fantasie, laat je lekker je fantasie losgaan. Boeiend. Als het er niet uitziet, haal het dan gewoon lekker weg. Weet je wel, maak het niet te moeilijk voor jezelf. Kijk, hier kan je bijvoorbeeld een zijkant aanbouwen. Dus als je nou hier, kijk, kan je bijvoorbeeld hier onder kan je nog laten uitsteken. Dan heb je wat gevarieerder. Maak gewoon iets leuks. Bedenk iets. Goed, ik laat het nu gewoon even zo. En ik vind het tot nu toe, ik heb wat bomen toegevoegd zoals je ziet. Het ziet er gewoon wat beter uit dan eerst, wat minder kaal.
Goed, natuurlijk zijn er nog wel puntjes die op de i moeten worden gezet. Maar daar zit ik nou helemaal niet om te denken of te twijfelen of me druk om te maken. De attractie ziet er echt leuk uit. Ik ben er echt wel tevreden over. Goed, we gaan nu naar het grote moment. Het grote moment is aangebroken dat ik hem ook eigenlijk officieel ga openen voor het publiek. Dus ik ben ook heel enthousiast hoe het publiek gaat reageren. We hebben nu bijna 1100 mensen in het park. We hebben natuurlijk die plonsboten gesloopt. Dus we moeten eigenlijk een soort van weer een nieuwe attractie openen. En zo moeten we dat voortaan maar een soort van herhalen van... Mochten we een attractie slopen, dan moeten we niet vergeten dat we er ook eentje moeten bijbouwen. Dus weghalen, ook één bijbouwen. Goed, de karretjes, de treintjes, die lopen hier. Die gaan helemaal tot hier. Ik denk dat we er minder nodig hebben. Een stuk of 8 misschien, even kijken. Jullie zien nu de laatste scène, dat is niet helemaal de bedoeling. Ik ga hem gewoon openen en ik ga kijken wat de capaciteit is. Dan kan ik hem altijd nog omhoog gooien. In ieder geval, we kunnen ook instellen dat er per om de zoveel seconden een karretje vertrekt. Dan doen we gewoon de minimale wachttijd is 15 seconden, ik zeg maar iets. En dan kunnen we in ieder geval 8 karretjes zeker wel. Of nee, misschien wel 9, want het is wel 10. Misschien 10 zelfs. We gaan het eens proberen. Ik ga de attractie openen. Dit is officieel het moment. De Unique Dreams is geopend. Ik ben benieuwd hoe mensen gaan reageren. Het is niet zoals Rollercoaster Tycoon 2 dat mensen... massaal in grote stoepparades naar de attractie toe gaan. Maar het is wel heel tof om even te kijken of ze überhaupt wel naar de attractie toe gaan. Ik weet ook helemaal niet, waar was de ingang ook alweer? Dat is een hele goeie. Volgens mij hadden we die ergens verstopt. Trouwens, ik moet dat hele winkeltje nog inrichten, zie ik nu pas. Even kijken hoor. Ingangetje, ingangetje. Volgens mij was die hier zo. Als je hier gewoon rechtdoor loopt, dan kan je volgens mij hier gewoon door die ingang. Ja, hier is het. Kijk eens. En dan gaan we even kijken. En daar staan de karretjes hoor. Kijk eens hoe gaaf dit eruit ziet. Die karretjes staan te wachten omdat mensen lekker kunnen instappen. Wat ik niet begrijp, eigenlijk wel, dat moet ik eigenlijk fixen. De karretjes staan al schuin. Zie je dat? Alsof het makkelijker is voor het instappen voor mensen. Dus wat ik even doe, ik sluit hem nog even af. Dan plaats ik hier dit systeem erin. En dan zeg ik enable en dan doe ik even gewoon 0. Ja. En dan doen we bij het volgende baantje... Daar is die niet op enable. Oké, prima. Nu doen we dan dit sluiten. En dan zeggen wij open. En dan zullen de karretjes waarschijnlijk rechts staan. Kijk, dit ziet er wat beter uit. Goed dat ik daar ook al van tevoren heb naar gekeken en zo, hè? Fantastisch. Zoals je ziet heb ik er eigenlijk niet meer naar gekeken. Maar ben ik benieuwd wat de mensen gaan doen. De attractie is net open. En laten we eens kijken of de monteur... Ach, jongens, de monteur gaat al in de attractie. We hebben een allereerste klant. Het is de monteur, dames en heren. Fantastisch. Goed werk, monteur. Ongelooflijk. Gaan de mensen in? Ik zie iemand met een camera. Met een videocamera. Ja hoor, we hebben de allereerste gasten. De allereerste gasten gaan hier door de wachtrij. En wat zijn ze enthousiast. Het is Abu N. Maar ik noem hem Vincent. Nee, dat is heel erg egoïstisch. Laten we hem noemen. Jullie zitten nu waarschijnlijk allemaal namen te roepen. Maar dat kan ik allemaal niet horen. We doen Marco Bussato. En dan mogen jullie raden waarom. Het is wel heel ver gezocht hoor. Ja, echt heel slechte grap ook. De meeste dromen zijn bedrog, inderdaad. Ze gaan in een droomwereld. Wat doet de monteur? Oh, ik hoop een inspectie, want hij zat serieus bij de attractie. En laten we ook gelijk in de attractie zitten, zoals ik heb beloofd. Dadelijk kom ik met mijn facecam terug. Heel veel plezier in deze attractie.
Zo, dames en heren, dit was de attractie. Ik hoop dat jullie het leuk en spectaculair genoeg vonden om een duimpje te geven voor deze aflevering. Ik hoop dat je het ook een leuke aflevering vond. En volgende keer gaan we zeker verder met het park. En gaan we in de toekomst zeker weten nog zo'n prachtige dark ride maken. Er zijn nog wel een paar puntjes op de i die ik natuurlijk moet neerzetten. Zoals de ingang. Moet ik nog dat hele station gewoon helemaal gaan inrichten. Komt allemaal goed. Het wordt allemaal hartstikke leuk. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Doei doeg!